Schiphol is heel actief op het gebied van duurzaamheid en wil onder meer de lokale luchtkwaliteit op de luchthaven verbeteren. In mei 2009 is Schiphol als eerste bedrijf in Nederland gestart met het testen van luchtzuiverende dakbedekking. Op kantoorgebouw Transview werd een dak van 400 vierkante meter bedekt met het innovatieve Noxite. Een korte terugblik. Dit dak bevat allemaal korreltjes materiaal waar nano-anatase in zit. Een heel fijn verdeelde katalysator die NOx uit de lucht kan omzetten in onschadelijke producten. Hoe gaat dat dan? Nou, zodra die vieze lucht in aanraking komt met deze dakrol en het zonnetje schijnt, dan wordt het omgezet. Zodra er een regenbui komt, spoelt het van het dak en is het uit de lucht. Dit product is redelijk nieuw. En vandaar dat we gekozen hebben voor een dak van ongeveer 400 vierkante meter. Om te kijken of het echt werkt. Dus er wordt een test gedaan op de waterhoeveelheid wat er aan nitraten in zit. En er wordt een dak genomen waar deze dakbedekking niet ligt om te kijken wat daarin zit. En dan kun je de effecten gaan meten van wat is het verschil. Nu, anderhalf jaar later, zijn de testresultaten bekend. De proef met luchtzuiverende dakbedekking blijkt een succes. Onderzoeksbureau TNO, dat onderzoek en metingen heeft uitgevoerd, bevestigt dat de Noxite dakbedekking stikstofdioxide opneemt en afbreekt en op die manier dus luchtzuiverend werkt. De eerste resultaten zijn bekend. De laboratoriumproeven gaven al een positief effect. En uit het laatste rapport wat wij ontvangen hebben, zijn de resultaten heel positief. We zijn natuurlijk bezig met onze jaarbegroting en daar wordt bekeken per jaar wat we aan daken gaan vervangen. We spreken hier op Schiphol over 250.000 vierkante meter dakbedekking. Daar is natuurlijk al een groot gedeelte van vervangen, maar er is ook een gedeelte wat vervangen moet gaan worden. En dan gaan we in het jaar daarvoor bekijken op economische en op duurzaamheidsgronden wat we gaan toepassen. Dus dat kan ook een mosdak zijn, kan ook zonnepanelen zijn en dat kan ook eventueel nog olievijn opnemende dakbedekking zijn. Meer weten over luchtzuiverende dakbedekking? Kijk dan op noxite.nl.